Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nando. Jazeker. In deze aflevering gaan we kijken of wij de vurige Pokémon kunnen vangen die Combusken heet. En heeft, ja, die is hier, toch? Ja. Nice. Dat is hem. Goed nieuws, ik heb het vergroten van het scherm elke keer heb ik gefixt. Jazeker. Ik zal wel eventjes een beetje uitzoeken, maar ja, het is gevonden. Precies. Nou, voor mensen die de game kennen, je ziet al, in plaats van een Spoink heeft deze guy een Drowsy. Dat is wel een beetje apart. En nog iets. Hij heeft een Combusken. Maar wat blijkt dus, de maker van deze ROM-hack heeft 3 verschillende versies gemaakt. Mm-hmm. Eentje voor de Kanto starters, eentje voor Johto en eentje voor Hoenn. En nou moet het toeval ons treffen dat Milan die had de Hoenn versie gekozen. Mm-hmm. En ik voor het testen had ook een Hoenn versie gemaakt. Dus ja. Dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Dus Milo gaat voor de Combusken, ik ga voor Grovyle om even te kijken van, joh, hoe goed is het? En je zat nog een beetje te twijfelen van, goh, moet ik die Furret in het team nemen? Ik heb XP shares, dus die kan ik natuurlijk straks wel gewoon geven. Je zou het nu al kunnen doen, want ze krijgen al experience. Maar ja, dat is een keuze natuurlijk die ik aan jou overlaat. Nice, Combusken. Wauw. Nou, en deze Pokémons hebben dezelfde kans om te gevangen worden met de Great Ball. Als in, net zoals in de gewone versie. Met de Johto starters. Dus je zou een baldoop glitch kunnen doen en dan een move erachteraan om hem te verzwakken en dan de kans te vergroten. Oké, okay, dus dat is items. Ik ga kijken of ik het weet, hè? Ja. Great Ball, use. Combusken, items. Great Ball, X met de Pokéball. Yes. Dan terug en dan een aanval. Ja. Helemaal perfect. En ik zal Swift inderdaad doen. Anders. Anders is hij dood. Ja, dan is hij Pokémon. Nou ja, je hebt nog een save state, dus ja. Ja. Kijk, is hij in één keer? Nice. Kabooming. Kabooming, inderdaad. Nou, dit is het mooiste als je die speedrun doet, als hij in één keer zit. Zo'n fijn gevoel. Ja. Nou, en deze guy legt uit, oh, dit Shadow Pokémon, dat hebben we artificial het hart gesloten. Dus ja. En we weten, oh, maar we willen het openen. Nou ja, we gaan nog meer clues halen, want we moeten die gasten pakken. Ze hebben allebei een item. Ja. Ik denk, oh, Citrusberry. Ik dacht dat het Silk Scarf was. Ik denk dat dit Charcoal, ja. Charcoal, ja, oké. Okay. Is het handig om Espeon de XP share te geven, omdat hij heel weinig XP krijgt elke keer? Ja, denk het wel. Dan switchen we die met Combusken. En dan geven we hem... Zal hier wel onderaan staan, denk ik. Ja, hier, ja. XP share. En dan alsnog hem de charcoal geven, denk ik. Ja, denk ik ook. De Furret geven we even geen XP share, of wel? Of ja, kan geen kwaad om het om niet te doen, hè? Kan niet zo heel veel kwaad, denk ik. Dus ik krijg experience dan, maar het is onzichtbaar, want een Pokémon die krijgt pas alle experience als je purified wordt. Precies. Vraagje. Liever we de town of laten we eerst even healen trouwens? Ja, in principe zou je nu de town moeten liever. Oh, healen is naar beneden de town. Ja, ja. Dus in principe liever we de town. Je zou nog eventueel hier in de shop kijken of ze wat betere potions hebben. Dat is dan wel de verdieping beneden, want boven kan je de X-items kopen. Oké. Okay. Nicing on the cake. Inderdaad. Nou, en met die Furret erbij, dan heb je een beetje een muur nu, want je hebt nu 4 Pokémon's in plaats van 2. Dus dat helpt wel een klein beetje.
Misschien hebben ze Espeon ook gewoon genervd met hoeveel experience die kan krijgen. Ja, of omdat ze hem elke keer focussen. Even super potions kopen. Ja, doe maar een paar. 10? Ja, ja, lijkt me wel. Ik denk dat dat verstandig is. Nou, en dan gaan we nu naar het volgende gedeelte van de story. En die is echt piep, piep, piep klein. Weet je waarom, Milan? Ja, omdat je daar tegen een gebouw aan loopt waar je niet in kan, toch? Ja. Ja. Je gaat naar de constructiesite. En dan kan je niet binnen. Dan mag je weer terug. Ja. Ja, en dan kan je weer weg. De volgende is Agate Village, of niet? Nee. Nee? Oh, of is dat die ene town die ik het minst leuk vind? Waarschijnlijk wel. Dat weet ik niet zeker. Nou, hier kan je niet in. Moet je dan gewoon weg? Ja. Nice. Ja, ja, dit is mijn minst favoriete taal. Oh, dit is je minst favoriete. Oké. Okay. Nou, dat wist ik niet. Dan moet je nou. Maar vind je de muziek dan ook verschrikkelijk? Of? Nee, de muziek is prima. Alleen, ik vind dit gewoon een saaie town. En zeker dat hele stuk wat je zo helemaal daarboven moet doen, weet je wel, in die grotten. Ah, ja. Nou, dit is dan de gatekeeper, die gast met groen haar. Oh, dat is wel snel dan, die gatekeeper. Ja. Nou, het is denk ik 3 kwartier in de run of zo. Moet je nu meteen vechten? Nee. Okay. Kijk, we gaan eerst hier naar links. Naar links. Ik weet en dat dan hier allemaal trainers zitten. Oh. Ja, we gaan even nou met G. Ja, en moet je dan achter die boekenkast of straks pas? Nu achter de boekenkast. Ja. En je moet eventjes langs hem, die guy heen. Okay. Het is wel die boekenkast, ja. Ja. Hoppa, dan gaan we naar binnen. Ja, ik weet nog wel een beetje van de game. Even kijken. Ja, heel goed, heel goed. Nou, en in principe hoeven we met niemand te praten. Wow, maar ja, okay. Het mag wel. Ja. Voel je niet gefocust dat je dingen niet moet doen? Of dingen dan juist wel. Je geen items? Oké, okay, dan gaan we weg. Nou, dan zien we een gesprek met Silver en Dooking. Dooking is zeg maar de baas een beetje van. Dat is een Engelse Duke. Ja, dat is zeker een Engelse Duke. Nou, hij is de baas van zeg maar. Oh, ik zei Silver, maar ik bedoelde Silva, sorry. Might be. Maar hij is een beetje de baas van het stadje en de Colosseum. Wat er gaande is, Mirror B, die is Dooking aan het, hoe noemen we het, in de maling aan het nemen, omdat even, die... Even tussendoor, hè? Moet ik met hun allemaal vechten? Dat kan, en dan kan je nieuwe Shadow Pokémons vangen. Zal ik dat doen? Ja hoor, kijken wat ze allemaal hebben. Ja precies, even een teampje uitbreiden, want hebben ze allemaal een Shadow Pokémon? Ja, ze hebben allemaal een Shadow Pokémon. Nice, dat is de moeite waard. Volgens mij is er eentje die dat niet heeft, maar die is rechts onderin ergens. Ja, oké. Okay. En Pelipper. De rest heeft allemaal wel wat. En een Noctowl. Ik heb nog geen elektrische Pokémon. Dit is jammer. En weet je wat ik wel heb? Een Fire Fighting Pokémon. Let's go. misschien is de Pelipper wel Shadow. Nee, de Noctowl. Sorry. Ah, dat is saai. Dat is... Ja. Die was toen ook al Shadow volgens mij. Oké, ik ga hem natuurlijk wel gewoon proberen te vangen. Is het slim om dat meteen te doen? Dat kan. Ja, dat weet ik dat dat kan, maar is het slim? Misschien kan je beter verzwakken, maar sowieso kon Busken inlaten. Ik denk dat hij doodgaat door die Pelipper. Ik wil niet beter even gewoon die Pelippers killen eerst. Pelipper killen eerst. Ja. Want ik heb toch Shadow Rush, ja. Ja. Dat is super effective. Toch super effective op iedereen, of niet? Ja. Oh, nice. Maar ik wist niet dat hij extra sensory had, maar nee. Ik dacht wel dat die Pelipper. Wat een gezeik. Waar was ik gebleven? Oh ja, die Dooking, zijn puzzel die is gekidnapt door Mirror B en die wordt een beetje als, hoe zeg je dat ook weer in het Nederlands? Hostage gebruikt? Gijzelaar?
als gijzelaar gebruikt, zodat hij zijn dingen kan doen. En wat hij doet is, hij zoekt sterke trainers op die meedoen aan het Colosseum. Mm-hmm. Om ze dan een Shadow Pokémon te geven als beloning. Okay. En dat ze dan een soort van gerecruiteerd worden. Okay. Nou, en die Silva die weet dat er hier wat gaande is en die probeert dat te stoppen. Wat gaat hij zo meteen doen? Hij gaat een wiel stelen uit de windmolen. Maar wat is het ding? Die Colosseum, al het apparatuur of zo, dat krijgt stroom door middel van die windmolen. En omdat die windmolen niet meer draait, hebben ze geen stroom, dus kunnen ze niet meer toernooien doen. Ja, daar kan ik nog aan letten. Ja, dan moet je ergens dat tandwiel gaan zoeken. Ja, we moeten zo meteen dat tandwiel inderdaad gaan zoeken. Ik vind het wel leuk dat jij allemaal precies de story weet, want dat is wel nice, zeg maar. Dan hoef ik niet alles te lezen en dan kan jij het gewoon vertellen. Inderdaad, ding. En dan kan dat het dan een soort van uitlegging. Dan ben ik nu op het moment dat ik ga healen en dan de Crowfall ga vangen. Nice. Ledian is gone. Ledian is Lady Exit. Ja. Nou, dit is toch wel handig dat je wel wat extra experience nu krijgt. Mm-hmm. Later. Espeon is weer eens dood. Ja, Espeon. Het ding is, het heeft goede special attack en speed, maar de rest. Beetje subpar. Ja, hij hoort bij die guys. Ja, hij hoort bij die guys inderdaad. Dat is een beetje het lastige daaraan. Kijk of die groene guy ook een trouwtje heeft. En een Grimer. Ik ben wel benieuwd. Eens even kijken. We gaan voor items. Great Ball use. Op de Noctowl. We gaan voor items. Great Ball swapping. En dan, Maar Shadow is super veel damage op Noctowl, toch? Nee, want Shadow op Shadow is not very effective. Oh, nice. Dus dat is echt wel weer. Oké. Okay. En, nu heb je Hyper Mode. Nu kan ik hem callen, toch? Ja, nu zou ik hem callen, want dan, wat er gebeurd is. Hij is irrationeel. En doordat je hem kalt, dan gaat er wat van de Shadow Gauge af. Ja. Dat Shadow Gauge, dat is de paarse metertje onderin. Mm-hmm. En zometeen dan krijgen we een manier om Pokémon's te purifyen. En daarvoor moet de Shadow Gauge 0 zijn. Dus de paarse moet helemaal weg. Nou, en sowieso in battle. Als je dan geen actie wil doen tegen een Pokémon omdat je hem wil vangen, kan je altijd call doen. Ja. En door de call. Ja, misschien nog ietsjes. Ietsjes damage doen op hem. Durf het niet, ding. En je kan toch wel een bite? Ja, dat kan. En dan gooi je een gewone Pokéball. Kun je uitschelen. Oh, nu kan je alleen nog maar bite en dan. Ja, dat is wel het vervelende. Als je geen twee Pokémon's meer hebt, dan kan je ook niet meer de baldoop glitch doen. Maar volgens mij kan je deze guy altijd nog herbattelen. Dus ook al gaat die Noctowl dood, en dan kan je hem altijd nog vangen, als je wilt. Okay. Dat is helaas niet voor alle trainers. Want dan kan je ze pas veel later opnieuw proberen te vangen. Gelukkig weet ik dat jij. Weet jij alle dingen met Shadow Pokémon als het goed is. Dus dan kan jij zeggen van je moet even saven, want als je hem in dood gaat, dan gaan we hem opnieuw vangen en dan reload je gewoon de save aan. Nou, voor sommigen is het toch wel handig om ze in één keer te vangen. Maar ja, ik weet ook niet wie wat heeft. Maar sowieso voor de Cypher admins, daar is het reuze handig om ze die eerste keer te vangen, tenzij je ze echt niet wil gebruiken. Ja, maar dat zijn Suicune, Raikou en Entei, toch? Normaal. Ja, het kan zijn dat ze zijn veranderd, dat weet ik niet. Dat
het maar inderdaad, normaal zijn dat legendaries. Ja, in deze game ga ik die gewoon gebruiken. Lekkering. Ik heb er nog taal inmiddels. Lekkering. Gezeik. Oké, dan gaan we zo meteen de volgende doen. Eerst wil ik even healen. Kan dat hier ook vast wel? Als je naar de Colosseum loopt, dus dat is rechtdoor. Ja, ja. Dan zijn mijn running shoes. Dit zijn je running shoes, helaas. Echt. Nou, ik heb de Hoenn starten niet in één keer. Ik moest een tweede bal gooien, helaas. Oef. Nou, links is de healing shizzle en rechts is de saving. Ja. Wat ook wel een beetje min is aan Colosseum, is dat je als je wil saven altijd naar zo'n PC moet lopen. Ja, zal ik dat gewoon voor de lols doen? Ja. Als we nu weer toch zijn. Oké, hoppa. Nou, dan zie je al, we zijn al 3 kwartier bezig. Ja. Terwijl de game eigenlijk best wel kort is. Ja, is het een korte game? Ik vond het echt fucking lang altijd. Ook omdat het heel erg langdradig wordt hier zo meteen in die... Je moet hier zo meteen een heel gebouw door, dat duurt te lang. En dan ben je het gebouw door, moet je opeens een fucking grot in. Ja, maar als je zeg maar de route weet van waar je naartoe moet lopen, dan is het nog wel redelijk kort, want je... Even een vraagje, hè, moment. Het zijn deze 4 trainers die een shadow hebben, hè? 100% en dan nog eentje bovenin aan de rechterkant. Als het goed is. En anders, ja, dan kan ik als excuus gebruiken, ik heb de game al 2 jaar niet gerund. Of 1 jaar. Breloom, ik hoop dat het een Breloom is. Of Flavie is dat ook goed. Ik denk dat het een Flavie is. Want normaal is het ook een Flavie, toch? Ja. Oh, ik denk dat ze niet alles hebben aangepast. Nee. Maar Flavie is ook vet. Ja. Ik gebruikte altijd Ampharos. Nice. Gewoon. Sky uppercut. Maar kan ik niet beter Shadow Rush doen? Maar ik bedoelde meer van dat je die move hebt. Ja. Dat is wel vet. Op wie deed je bite trouwens? Oh, een kaboom. Ja. Zodat hij geflanged wordt. Ik heb flanged. Hij doet het voor, jammer. Maar het was wel, in dat geval was het wel een goede strat geweest. Als hij geflanged ook nog eens was. Dat was wel mooi geweest. Dat was in ieder geval een Engels leenwoord. De bedoeling. Nee, hij is ook geparalyzed. Lol. Ja, dat komt door de ability van Umbreon. Nice. Synchronize. Oh, en je komt best kunnen speed boost. Wat? Nice. Dus nou mijn favoriete Pokémon. En het moet nog evolueren. Ja. Yeah. Thunderbolt? Ik wil die Flavie. Dat is wel heel puik ook. Oh, dat is wat minder puik. Dubbel geperkt. Nice. Oh, trouwens, die Rui, of zoals de Nando, daar heet genoemd, de Nando, die is op dit plein gekidnapt. Nice. Dat even ter story gebeurt. Ja, ik vind het wel fijn dat je dat even vertelt hoor. Ik vind het wel nice. Ja. Oh, ik moet hem nog een XP share geven. Ik weet niet wat voor item die heeft, maar... Ik wil zeggen, misschien een psychic type boosting item. De lepel, de Twisted Spoon. Ja, de Twisted Spoon. En als dat zo is, zou ik je aanraden om die aan Espeon te geven. Ja. Kan ja, die had ik nu een XP share natuurlijk gegeven. Mm-hmm. Kijk, ik ga trouwens die trainer nu ook doen. Want hoezo ik ben trage game? Ja, bullet seat, hè. Nou, waarschijnlijk, misschien dat Breloom in Gen 6 ook zo'n ability had, dat hij... Wacht, dat ga ik even checken. Er is toch ook een ability dat je voor multi-moves effects... Nee, dat heeft hij niet. Oh. Het kan wel zijn dat hij Technician heeft. En dat boost gewoon lage power moves. Maar trouwens, ik kan gewoon ik kan de documenten erbij pakken. Kan ik een beetje spelen. Oeh, hij gaat vals spelen.
van speling, nee. Dit is gewoon, die gast die heeft het gewoon meegegeven. Vooruit. Even kijken. Waar sta je? Een GC randomizer. Hier zou Grand Colosseum. Nee, game documenten. Kijk, ability changes. Oh, het kan oprecht zijn dat die Breloom een andere ability heeft. Even kijken. Oh, dit is wel vet. Maar die Blaziken, of de Combusken, Marsstomp en Growfall hebben hun hidden ability. Ja. Dus jij hebt speed boost. Mm-hmm. De Sceptile die ik zo meteen krijg, die heeft lightning gerold. Wat? Ja, de Mega Sceptile die heeft volgens mij lightning gerold. Boyo. En Swampert die heeft helaas torrent en damp. En dat is gewoon slecht. Oké. Okay. Maar ik zocht Breloom. Nee, Breloom heeft geen andere ability. Oké. Okay. Nou, hij heeft wat abilities aangepakt. Oh, dat was een Chesto Berry wat de Noctowl had. Ah, spijtig. Oh, er zijn ook type changes. Dat is wel vet. Dat is vet, behalve als je het niet weet. Ga eens naar Furret. Gewoon in het menu. Ja. Summary. Kijk. Ground. Wat? En ga eens nu naar Noctowl. Psychic Flying. En Flavi is denk ik nog Electric. Ja. Maar die wordt Electric Dragon. Vanwege de Mega Evolution. Ja. Dus dat is wel vet. Die Flavi ga ik dan sowieso voorlopig even gebruiken. Ik denk dat Noctowl en Furret wel de eerste zijn die gone gaan als ik een leukere Pokémon voor krijg. Ja, dat zou ik ook doen, denk ik. Oeh, ik zie één Pokémon hier in die lijst staan. Ja. Waarvan ik denk, als die shiny, als die Shadow te vangen is, dan wil ik daarvoor gaan, 100%. Wil je weten welke? Ja. Milotic. Oeh, dat hoop ik echt. Ik hou van Milotic. Wordt die ook Dragon? Nee, die wordt Water Fairy. Oh, nog beter. Ik hou van Fairy. Fairy is mijn lievelingstyping. Yes. Maar je kan er in principe van uitgaan dat de Pokémon's die een Mega hebben ontvangen, dat die gewoon een typing hebben van de Mega. Ook Sceptile wordt die ook Dragon. Ja, ja. Nice. Ja, die wordt Grass Dragon. Maar ik zag ook bijvoorbeeld voor Typhlosion en Ferelegator. Mm-hmm. Typhlosion wordt Fire Ground en Ferelegator Water Dark. What the fuck? Heel bizar. Okay. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.